fijn dat jullie zo snel op internet zijn gaan kijken naar het extra Sinterklaasjournaal. Er is namelijk iets vreemds aan de hand. De computerpieten van Sinterklaas hebben een e-mail gestuurd naar de redactie van verschillende tv-stations en krantenstations. Bij deze e-mail zit een videoboodschap van Sinterklaas. En niet zomaar een video, maar een video met de opdracht voor alle kinderen in Nederland. Sinterklaas heeft eens goed rondgekeken naar alle kinderen en is eigenlijk wel een klein beetje geschrokken. Sinterklaas vindt dat jullie veel te weinig bewegen en ook Sinterklaas weet al jaren dat het bewegen erg goed voor jullie is. Het wordt dus hoog tijd om daar iets aan te gaan doen. Laten we maar snel gaan kijken wat Sinterklaas en alle minuten voor jullie bedacht hebben. Zo, zullen we eens even kijken of we een e-mail kunnen versturen naar Loosdrecht. In de hoop dat de kinderen dit jaar wat meer gaan bewegen als Sinterklaas de aandacht binnenkomt op 17 november. Intocht Sinterklaas, ik weet niet of u dat gezien hebt. Dan gaan we een e-mail sturen met een nieuwsbrief. De intocht van Sinterklaas. De e-mail is verzonden. We hopen dat jullie gaan kijken, want Sinterklaas is erg benieuwd wat jullie 17 november gaan doen op het Lindenplein in Loosdrecht. Dag lieve kinderen in Nederland. Ik heb hier het dikke grote boek van Sinterklaas. En er staat dit jaar een boodschap in die jullie moeten uitvoeren. Sinterklaas heeft vorig jaar heel goed rondgekeken en zag dat de kinderen te weinig konden jumpen en bewegen. En dat is niet zo erg, maar Sinterklaas vond dat ook de pieten veel en veel te dik werden. Ik vind dat het wel meevalt, maar ja, als Sinterklaas dat zegt, dan moeten we daar maar naar luisteren. Gaan jullie zo meteen mee, dan gaan we naar de jumppieten kijken hoe zij jumpen, dan kunnen jullie leren hoe je moet jumpen. En dan zullen we hopen dat jullie 17 november op het Lindenplein in Loosdrecht allemaal kunnen jumpen en dat gaan we jullie nu leren. Ik vind het onzin, ik neem nog een pepernoot, maar wie weet, tot 17 november. Kom, gaan we eens kijken. Zo, gaan jullie mee jumpen? We gaan eens kijken bij de jumppieten of die het al een beetje kunnen. Ikzelf als dikke piet lukt het natuurlijk niet. Ik kan niet eens door een hekje door. Maar met de jumppieten moet het vast heel goed gaan komen. Dus even kijken of de jumppieten al bezig zijn. Gaan jullie mee? Kijken, zijn de jumppieten al bezig? Kom op! Jumpieten, wat zijn we doen? Zo, zijn jullie de jumpieten? Ja, Piet. Sinterklaas heeft mij gevraagd, ik ben Dikke Piet, of jullie mij wouden leren jumpen. Zouden jullie dat kunnen? Wat kunnen wij, Piet? We kunnen jou leren jumpen in 8 stappen. Mij leren jumpen, ja, in 8 stappen? 8 stappen, Piet. Hoe werkt dat dan? Wat denk je zelf? Ik weet het niet! 8 stappen! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Nee, Piet. Moet dat anders? Iets is moeilijker. Moeilijker? Ja, moeilijker, Piet. Doe eens voor dan. Ik zou jou eens even leren. Leer jij mij eens eventjes, ja, duidelijk hoe ik moet jumpen. Je begint op je tenen. Op je tenen? Beetje. Ja. Klein beetje. Daarna maak je 2 sprongen in de lucht. 1 en 2. 1 en 2. Goed zo. Goed zo, Piet. Ja? Dan ga je met je rechterbeen naar voren, gooi je linkerbeen naar achter en zorg dat je linkerachterbeen op de tenen blijft staan. Mijn rechterbeen naar voren en mijn linkerbeen naar achter en dan moet ik zorgen dat mijn linkerbeen op de tenen blijft staan. Ja. 1, 2, zo. Goed zo, Piet. Is dat wat jij bedoelt, ja, Piet? Ja, dat is wat ik bedoel. We doen het even met z'n drieën. En ja, helemaal achter elkaar. Achter elkaar, ja. En de benen wijd staan. Benen wijd. En dan komt hij aan, Piet. 3, 2, 1, 2, 3. Kijk eens even aan. Ja, goed zo. Dan doe je precies andersom. Ga je met je linkervoet naar voren en je rechterbeen naar achter. Met mijn linkervoet naar voren en mijn rechterbeen naar achter. Ja. Ja, zo. Dat zijn al de eerste 4 stappen, Piet. Dat zijn er al 4. Ja. Die kan ik ook. Maar op de helft. 1, 2, 3, 4. Goed zo, Piet. Goed zo, Piet. Begint erop te lijken. Kijk, kijk, kijk. Die dikke Piet kan er wel wat, ja, hoor. Doe 1 keer met z'n drieën. Met gelijk. Ja. Komt hij aan. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Kijk eens even aan. Goed zo. Zijn we op de helft?
Op de helft, kom op. Daarna ga je met je linkerbeen maar een kleine sprong en je rechterbeen schoppen twee keer naar voren. Met mijn linkerbeen een kleine sprong en met mijn rechterbeen schoppen. Komt ie aan. 1, 2. En 1, 2. 1, 2, ja. Blijf staan, ja, oe, blijf staan. Oe. Nog een keertje. Nog een keertje. Hey. Dan ga ik zo en dan doet hij 1, 2, ja. Ja, goed zo Piet. Ja, we doen het even helemaal vanaf het begin weer. Vanaf het begin. Komt ie aan. En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hou me vast, hou me vast. Ja. Daarna ga je met je linkerbeen in de knievoer maken naar voren. En je rechterbeen gooi je weer naar achter. Hoe? Ja? Dat zijn dan 7 passen. En daarna ga je weer met je linkerbeen naar achter. En je rechterbeen weer naar voren. Ho. Dat is het. En dat is het. Dat zijn de 8 stappen, Piet. Nou gaan we een keer achter elkaar, hoor. Lekker. Helemaal. Komt ie aan. Laat mij eens even zien. Ja, en 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ho, dat was er bijna. Nog een keertje. Kom op. En 3. 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 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 ja. Bijna. Bijna. En wat moet ik daarna doen? Kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Dan ga je weer gewoon springen. Doe ik voor. Komt ie aan. Doe twee keer achter elkaar. Piet. Ja, ja. Twee. Ik probeer mee te doen. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4. Oh. Bijna, Piet. Kan dat ook met muziek, denk je? Ja, hij hoort op muziek, Piet. Kunnen jullie de muziek eens aanzetten? Ja. Ik wil hem wel eens leren, hoor. Dat valt niet mee, hoor. Jumpen voor een dikke bolle grote Piet. Laat eens horen hoe dat gaat. Ik denk dat ik dat wel ga leren. Geweldig. Ja, Piet, ik vond het ook geweldig. Leuk dat je meedeed. Ja, dank je. En hopelijk komt 17 november. Ja. Als we in Nederland aankomen. Ja. Met alle lieve kinderen. Ja. Hopelijk kunnen we het ook allemaal. En denk jij dat ik er van af ga vallen? Want dat wil Sinterklaas. Veel doet van je, zeker weten. Ik ga afvallen. Ja. Als ik maar ga. Ja. Jumpen. Ja. Hartstikke bedankt. Ja, je. En 17 november, kinderen. Allemaal goed geleerd jumpen. Dag Piet! Dag! Hoi hoi! Jepsen! Ja! Dat is een flinke opdracht voor Sinterklaas en zijn pieten. Want de pietenjump is niet makkelijk. Het wordt dus hoog tijd dat jullie gaan oefenen voor Sinterklaas met de pietenjump. Sinterklaas heeft gevraagd of jullie 17 november, als hij in Nederland komt, willen laten zien dat jullie de pietenjump goed geoefend hebben. Ook wij hier bij het Sinterklaasjournaal gaan goed ons best doen op de pietenjump, want wij willen Sinterklaas niet teleurstellen. Doen jullie ook mee?
Jongens en meisjes, het wordt een spannende tijd. Maar tot het volgende Sinterklaasjournaal.